Onze stierkalfjes zitten apart van de vaarskalfjes. En dat doen we bewust, zodat de veehandelaar niet binnen hoeft te komen bij de vaarskalfjes. Nou, hier zien jullie een stierkalfje. We hebben daar aparte ruimte voor gemaakt buiten, met eendingbokjes. Dan zien jullie ook een kruiwagen die we gebruiken om de kalfjes te transporteren van de moeder naar hier. En hier hebben we een aparte voerkeuken, waar we de melk klaar kunnen maken van de stierkalfjes.